waarom heb je zo weinig met de regels? Broer, als je aan de regels houdt, word je geneukt. Ja, sorry, mag ik het zeggen, toch? Nee. Maar als je aan de regels houdt, word je wel flink... Genomen. Genomen. Ja, wat een drukte ineens, hè? Ja, man. Wat vind je ervan? Is leuk, toch? Ja? Ja. Ah, toch eigenlijk hadden de gemeente gezegd en de politie, ga nu niet die laatste avond massaal met elkaar in de stad. Wat de overheid zegt en wat de politie zegt, boeit me echt niet, hoor. Niet? Nee, echt niet. Maar er komt wel weer een nieuwe lockdown en harde. Ik heb al tickets geboekt, ik ga naar buiten, broer. Jij gaat weg? Ja, sowieso. Je ziet dat niet zitten? Nee joh, wat moet je hier? Het was al niks te doen hier, nu wordt het nog erger. Ja. Dus... Waar ga je naartoe dan? Wacht, Tollum. Waar ga je naartoe? Marokko, man. Marokko? Ja. En hoe is het daar met de regels? Ja, zogenaamd is het daar ook een lockdown en alles, maar... Dus je gaat van lockdown naar lockdown? Ja, maar daar is gewoon open alles, joh. Oh, stiekem? Stiekem, alles is stiekem. Daar kan alles nog gewoon. Ja, toch? Nou, ja, veel plezier, hè? Ja, man, dankjewel, man. Maak er het beste van. En toch een beetje, de besmettingen nemen toe, je begrijpt de overheid toch wel een beetje. Ja. Maar je hebt ook geen masker op. Ik sta buiten. Ik sta buiten. Oh, buiten mag je wel? Ja. Hey, wat zegt dat dan eerder? Ik dacht al, politie staat daar te controleren of weet ik van wat. Volgens mij heb je nog nooit naar een persconferentie geluisterd, toch wel? Fuck dat. Wat moet ik met persconferentie? En jij dacht, ik doe het kaapje ook gewoon buiten op. Ja, joh. Ja, jullie dachten, het mag nog één middag, straks gaat alles dicht. Ja. We gaan de stad in. Ja, waarom niet? Hallo, we moeten genieten van het leven nog, zolang het kan. Nou ja, de overheid had toch gezegd, ga niet die laatste dag allemaal massaal de binnenstad in. Ja, weet je. Wat willen ze doen? Dan willen ze een heel korps inzetten dan of zo. Lukt ook niet. Nee. Je kan de menigte niet zo tegenhouden, weet je. Nee. Het is een vrij land. Je wordt tegengehouden door iets wat eigenlijk helemaal niet mag. Dat uit niets is gekomen, corona. En ja, ik vind het gewoon voor een laatste middagje vind ik het wel even mooi zo. Ja? Nog een beetje inslaan. Je bent aan het genieten, zeg maar. Ja, zeker. Naar de winkels, hè? Ja. Even naar de winkel, naar de kappen zijn we net geweest, hè? Ja. Dus ja, nou kan het nog. Ja, mannen, daar gaan we weer. Ja. Lockdown. Ja, een beetje saai weer, man. Ik dacht kerst een beetje leuke tijd en zo. Oud en nieuw allemaal knallen, is normaal, maar nu niet. Nee. Nu gewoon weer dood, niks te doen. Ga ik weer thuis zitten voor wie weet hoe lang. Ja, jullie gaan dit weer eraan komen. Ja. Je houdt je wel netjes aan de regels. Ja, dat wel. Alleen niet liegen, niet liegen. Nee, houdt zich er niet aan. Nee. Wat doet hij dan? Hij gaat feestjes maken. Ah. Oud en nieuw, hij gaat knallers afsteken. Met allemaal dames op date? Ja, tuurlijk. Ik mag niet praten. Hij mag echt niet praten. Hij is elke dag met andere mensen in huis en zo. Je weet toch? Ja, is familie. Dat is je nicht toevallig, toch? Ja. Maar wat ga je doen tijdens de kerst dan? Er is valt niks te doen. Ik zit gewoon met de familie op de bank. Hè. Ik hou me perfect aan de regels, jongens. Maar dat klinkt niet echt heel eerlijk volgens mij. Ik zie jou nog wel naar een feestje of twee gaan. Helemaal doorgesnoven. Ja, daarom. Ja, precies. Dat tref ik jou ook, of niet? Nee, mij niet. Mij niet. Ik blijf braaf met mijn moeder thuis. Ja. Jouw moeder gaat jou thuis zetten. Maar ja, heb je wel begrip voor dat alles... Nou nee, niet echt. Oh. Nee. Nee, ik vind het allemaal onzin. Ja, sorry. Ik ga ook niet vaccineren. Oh, laat je bent er maar, zo in. Ja, laat maar gewoon gaan. Ja? Ja, met de Mexicaanse griep zijn we er ook allemaal doorgekomen. En dit is niks erger hoor. U gelooft er niet in? Nee, absoluut niet. Wat vindt u er dan van dat alles toch weer dicht gaat? Ja, absurd. Flauwekul, het is nergens goed voor. Nee. Het is gewoon de economie kapot maken, verder niks. Nee, maar ik vind het, ik draag dit ding. Ja. Nou, ik hem voor moet doen, kan ik wel janken, want ik ben er echt op tegen. Dat heeft totaal geen zin, heb je aan de cijfers ook wel gezien, hè? Voelt u zich dan ook belazerd, opgelucht? Ja, echt wel. Ja, de economie gaat kapot en alles. Heel even iets anders. Bent u erop tegen? Waar tegen? Overheid. Oh nee, ik vind de overheid prima. Ja, dat is gewoon Rutte is kutte, toch? Het hele kabinet. Ja? Ja. Dacht je niet dat slaat dat ze... nergens op. Nou ja, ze zeggen de corona is voor de ouderen besmettelijk, snap je? Voor de mensen die minder bedeeld zijn en zwak in hun lichaam zijn, snap je? Maar niet voor gezonde mensen zoals wij. Ik kan al een jaar niet meer sporten, ik kan niet meer voetballen, niks. En dan mogen straks mensen sporten, 27 jaar, zijn de mensen boven de 30 dan. Het zal alle mensen thuis blijven zitten. Ja. Toch gaan we weer helemaal op slot. Ja. Voor de mensen die ernaar luisteren. Maar als ik zo bekijk, weet je... Wij moeten ook kunnen genieten. Ze kunnen de vrijheid niet van ons afpakken als een vrij land zijnde. Dus vind ik gewoon dat we nog gewoon onze eigen mening en ding kunnen geven. Ja, heb je het idee dat jouw vrijheid nu wordt afgepakt? Ja. Maar wel voor een goed doel? Ja, goed doel, weet je. We leven gewoon in Nederland.
vrij land, laat ik zo zeggen. We mogen op straat leven. Net als met dat we in de oud en nieuw, dat met de klok zeg maar. Dat we niet meer buiten mogen. Hmm. Staat ook helemaal nergens op. Maar die avondklok die komt er niet. Komt die niet? Nee. Oh, dat die wel kwam. Je had jezelf al bang gemaakt. Ja, ik dacht, ik ga even wapens uit de kast halen zo meteen hier. Pardon? Kijk, hij komt er al langs, politieagent. Want oud en nieuw afpakken lukt ons niet. Hey, wat gaan jullie eigenlijk doen met oud en nieuw? Ja. Is Nederland in de brand zetten. Ja. Boel opblazen hier. Nee, gewoon lekker vuurwerk afsteken, weet je. Het is elk jaar zo en ze kan er dan niet in één keer boem in één keer afpakken. Dat lukt niet. Nou, dat is eigenlijk al gedaan, hè? Ja, eigenlijk wel, ja, maar ja. En feestjes of gewoon rustig bij moeders op de bank? Feestjes. Feestjes, ja. Van feestjes. Ja, wel feestjes, ja. Waarom heb je zo weinig met de regels? Broer, als je aan de regels houdt, word je geneukt. Ja, sorry, mag ik het zeggen, toch? Nee. Maar als je aan de regels houdt, word je wel flink... Genomen. Genomen. Door de overheid genomen. Iedereen kent het wel. Maar dacht je niet dat de overheid het met de beste bedoelingen doet? Dat ze gewoon willen dat iedereen... Nee joh, het is gewoon allemaal zakcentjes voor hun, toch? Wat denk je? Ik rijd met een kleine Volkswagen upje en hun moet dikke Maserati rijden. Nee, maar al die regels zijn er niet voor niks. Heb je nog een advies voor de mensen nu weer in lockdown? Luister niet naar de overheid. Wat moeten ze dan gaan doen? Met jou mee naar Marokko? Ze mogen naar Marokko, Turkije, maar niet uit, broer. Overal is het gewoon goed. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, naar je tante in Marokko, hè? Lekker man. Ajoe. Rustig aan, man.